Goedenavond. Hartelijk welkom allemaal. Ook de mensen op de tribune. Ik open bij deze de vergadering. En de vergadering, dat is de oriënterende ronde. Op 9 april. En we beginnen met opening en mededeling. De opening is gedaan. Er zijn er mensen die mededelingen hebben? Geen mededelingen. Dan zijn we bij punt 2, vaststelling van de agenda. Dat is een korte vanavond. Zijn daar wijzigingen op? Meneer Van der Grampel. Ja, dank u voorzitter. Even voor mijn begrip. Op de agenda staat bij punt 4 onder het kopje informerend de raadsbrief uitwerking toekomst sociaal samendoenteams. Sorry. Nu is het dacht ik zo, meestal bij een oriënterende ronde dat iets of als bespreekstuk of als hamerstuk doorgaat naar besluitvorming. Ik zie hier nu informerend staan. Wat is nu eigenlijk de bedoeling? Is het puur informerend? Of zijn er ook mogelijkheden bij dit agendapunt om zaken nog ter aandacht van het college te brengen die te maken hebben met de uitwerking die dan door het college kunnen worden opgepakt en wellicht dat tot een aanpassing van de uitwerking leidt? Het is ingestoken, meneer Van der Grampel, als informerend. En dus niet voor bijstelling vatbaar, althans zo is hij niet bedacht. Hij staat puur als informerend nu op de agenda. Er zijn natuurlijk ook een aantal technische vragen over gesteld en beantwoord. U kunt er dus vanavond wel vragen over stellen. Niet zijn er diezelfde technische vragen, dat wil ik er dan wel even aan toevoegen. En als bespreekstuk of als agendapunt nummer 5 is het toekomst samen doen teams. En dat gaat over het raadsvoorstel daarover. We hebben allemaal kunnen lezen wat het raadsvoorstel behelst, namelijk geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken in zaken het voorgenomen besluit een overheidsvennootschap op te richten voor het organiseren van de samendoenteams. Dus dat is expliciet het onderwerp van het raadsvoorstel. Dus nee, puur informerend als het gaat over agenda punt 4. Hij valt steeds uit. Dat is duidelijk bij het volgende agendapunt, puur geen wensen of bedenkingen kenbaar. Het gaat over de organisatorische juridische entiteit. Maar ook gelet op het grote aantal vragen dat is ingediend, daar constateer ik toch uit dat er behoefte dan wel belang is om goed te kijken naar de inhoudelijke kant van de samendoenteams, ook de uitwerking daarbij. Dus anders, als dit puur informerend blijft, dan zou ik het voorstel willen doen om dit toch oriënterend op de agenda te plaatsen, dat we toch zaken aan de aandacht van het college mee kunnen geven. Nee. Voorzitter, ik zou dat graag ondersteunen. En wij ook. Ja. Ik had even overleg met griffier. Dank u wel, mevrouw Jondersma. Ik heb u gehoord. En ik begrijp dat u het ondersteunt. De brief is natuurlijk geschreven, die ligt zoals hij er ligt. U kunt altijd dingen onder de aandacht van het college brengen, zou ik zeggen. U kent de weg daar ook voor. Maar ik leg het anders gewoon even in de raad voor. Die bepaalt uiteindelijk de agenda. Dus ik zal eerst even het rondje maken en dan wil ik even 2 minuten schorsen om hier te overleggen hoe we dat procedureel dan in het vat gaan gieten. Uw standpunt is helder, mevrouw Jolders, maar u sluit zich aan bij wat meneer Van der Grampel net heeft gezegd. Ja, ik zou eigenlijk zeggen, waarom kunnen we niet het informerend en oriënterend samen nemen? Want waar het mij om gaat is dat we alle vragen kunnen inbrengen en dan kunnen we vervolgens de conclusie trekken. Willen we het zonder bedenkingen door laten gaan of willen we nog een keer op terugkomen? Nee, maar dat lijkt me het handigst. Dat kan ook wel, hè? Dat is het punt niet. Maar wat meneer Van der Grampel bedoelt is, als daar nog wijzigingen op zouden moeten komen, of aanscherpingen of weet ik veel, op die raadsbrief, dus niet op dat raadsvoorstel dat hier ligt. En dat is wat anders. Bespreken doen we hoe dan ook. U kunt vragen wat u wilt. Maar meneer Van der Grampel, zijn opmerking ging nog een stapje verder. Dus dat wil ik even voorleggen. En kunt u dan nog even scherp zeggen wat dan het voorstel is wat u aan ons voor wilt leggen? Meneer Van der Grampel zegt in die raadsbrief, er zijn veel vragen over gekomen. Dat ligt niet als raadsvoorstel voor. Het is puur informerend. Het komt dus ook niet terug in de volgende raadsvergadering. Hè. Bij deze bespreking vanavond is punt 4 besproken en klaar. Wat nu als daar nog
aanscherpingen, als de raad vindt dat daar nog aanscherpingen op moeten komen, hoe gaan we daar dan mee om? Kan die brief dus niet, dat is concreet meneer Van der Grampelse vraag, ook als bespreekstuk naar de raadsvergadering over 2 weken? Dat is concreet de vraag die meneer Van der Grampel stelt. Dus... Maar voorzitter, dan is het toch zo gebruikelijk dat als iets ter behandeling gevonden wordt, dat iemand dat dan toch gewoon kan agenderen? Kan agenderen, zeker. Ja. Zeker. Maar dat is misschien de vraag van meneer Van der Grampel ligt er nu concreet. Nou, dan, als we nu het rondje maken, dan weten we ook meteen of we die moeten gaan agenderen. Dat is het enige wat ik nu probeer helder te krijgen. Dus ik maak gewoon even het rondje. ChristenUnie, dat is me duidelijk. Het CDA ook? Ja. GroenLinks? Ja, voorzitter, ik sluit me graag aan bij de lijn van de heer Van der Grampel. Ja. De VVD? Ja, wij sluiten ons ook graag aan. Oké. Okay. D66? Dat is nou ook vervelend. Kunt u zich... Sluit zich... Ja? Op koers? Ook? Uw knopje doet het wel, dat zag ik. Ja. Partij van de Arbeid? Nou, wij gaan eerst die punt 4 doen. En ja, misschien daarna is het helemaal niet en nodig. En daarna zien we wel. Ja, ja. Ja, oké. Okay. 50 plus? Wij sluiten er ook bij aan. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Dat is misschien dan een beetje afwijkend van hoe het bedoeld was, maar als de raad dat wil, dan is dat zo. Maar dan gaan we hem nu wel gewoon bespreken eerst. Nee, we gaan eerst naar het spreekrecht, agenda punt 3, want we hebben een inspreker, dat is meneer Siauw, en dat gaat ook over samen doen. Dus ik wil meneer Siauw graag vragen om achter de sprekersstoel te plaats te nemen. Goedenavond. Ik heet Jeffrey Siauw, woon in Delensvaart en spreek in op agenda punt 5. Toekomst. Samen doen teams. In het weekblad De Toren van 3 april verscheen de bekendmaking van de toekomst samen doen teams. Voor deze vergadering is dat een heel verhaal geworden. Mijn vraag is nu, krijgen we strak... Nee, opnieuw. Mijn vraag is nu, krijgen we een strak raadbesluit oprichting plus inlegveld met inbreng van raad, werkveld, sociaal domein, inspraakreacties. Over de formatie administratie 0.5 FTE vind ik dat het meer moet zijn. Valt deze medewerker uit of weg, dan dreigt de administratie stil te vallen voor de 4 werkteams plus mogelijk om. Generalisten doen ook administratie, vermoedelijk met software en afvinken op klantniveau. Meer formatie in de administratie biedt ook ruimte voor secretariële ondersteuning voor de raad van advies en of directie. Over de communicatie denkt men aan ervaringsdeskundigen of klantenpanel. Ervaringsdeskundigen putten uit eigen ervaring die nuttig kan zijn. Een klantenpanel kan zich sowieso breder opstellen naar elk relevant onderwerp. Hanteer het Nivea-principe. Niet invullen voor een ander. Over informatiepunten in de wijk ligt er een vrijwilligersvacature de plank bij de stuw. Deze vrijwilligers worden beschreven als wandelende sociale kaart. Deze vacature heeft raakvlakken met raad en recht en bibliotheek, contact en doorverwijzing. Binnen 1 week verdween deze vacature van de stuwsite. Nog te nemen stappen voor samen doen worden beschreven. Ik mis hierbij een tijdschema. De uitgangspunten sturen de rol versterken. Samenwerking met partners continueren. Voorliggende en collectieve voorzieningen stimuleren. Om preventieve functie in te vullen. Erop af zijn oké. Dit is mijn inspraakreactie.
Doe er wat mee en neem straks goed besluit. Ik dank u dat ik dit hier mocht inbrengen. Dank u wel, meneer Siauw, voor uw bondige inspraak. Zijn er vragen voor meneer Siauw? Mevrouw Joldersma. Ga uw gang, mevrouw Joldersma. Ja, ik kan me herinneren dat u de vorige keer ook hebt ingesproken. Daar heb ik u ook al een vraag gesteld. Maar ook deze keer roept u inbreng wel weer wat vragen op. Begrijp ik het goed dat u eigenlijk zegt, aan de Samen Doen team zou ik administratieve ondersteuning meer moeten worden toegevoegd? Ja. En als u, want u hebt verder nog heel veel andere punten genoemd, maar wat is voor u eigenlijk het belangrijkste punt? Als u mede ook op basis van uw eigen ervaringen in het verleden kijkt van wat is belangrijk voor die Samen Doen teams? Voortgang. 0,5 FTE, ja, als die wegvalt, wat dan? Oké, okay. Het antwoord is duidelijk, meneer Siauw, volgens mij. Hartelijk dank. U mag weer plaatsnemen. Okay. Ja. Dank u wel. Dan zijn we nu wel bij agenda punt 4, waarbij ik toch nog een keer wil opmerken dat, dat u het als raad op de raadsagenda kunt tillen na vanavond. Maar dat er geen raadsvoorstel ligt, dus dat er in die raad ook geen besluit over genomen kan worden. Dat laat ik dan maar even hier nog een keertje liggen. Maar dan, dat is wat ik net ook bedoelde, dus dat duidelijk is. Maar goed, laten we het punt nu gewoon bespreken. De raadsbrief, uitwerking, toekomst, Samen Doen teams. Wie wil daar over het woord voeren? Meneer Van der Grampel, mevrouw Joldersma, meneer Boshoven, mevrouw Meijering. Verder nog, na de VVD nog mensen niet? Dan begin ik bij mevrouw Meijering. Voorzitter, dank u wel. Samen Doen staat weer op de agenda. Daar hebben we inderdaad om gevraagd op 18 december. Toen hebben we best getwijfeld hoe ermee om te gaan, met vertrouwen in de wethouder gegeven van kom uitgebreider bij ons terug. Het is wel snel, maar we zien het graag tegemoet. En eigenlijk zijn we gewoon toch teleurgesteld in wat we zien. Pilot 5 jaar geleden gestart. En nu gaan we verder. En zien we vooral een brief die heel erg intern gericht is. Hoe we naar binnen kijken. En wij kijken zo graag naar buiten toe. Wat brengt Samen Doen onze gemeenschap? En ja, dat u ervoor kiest om dan niets te doen met die opmerking die we toen gemaakt hebben. Dat vind ik eigenlijk, dat vinden wij als VVD erg jammer. En daarom heb ik nu eigenlijk ook maar 3 vragen. Welke maatschappelijke resultaten heeft u bereikt door te starten met Samen Doen? Wat levert deze nieuwe organisatievorm waar u nu naartoe kijkt de Hardenbergse inwoners op? En hoe kunnen we als raad straks het beleid toetsen en controleren of met deze middelen bereikt wordt wat we beogen? Want ook dat vinden wij best moeilijk te duiden uit deze brief. Dank u wel. Meneer Boshoven. Ja, ook van onze kant een paar vragen. Wij lezen in het stuk over een raad van advies die geïnstalleerd zou moeten worden. Ik wilde graag iets meer over horen wat er ook gedacht aan om daar de betrokken inwoners in mee te nemen. Om ook dat te kunnen waarborgen. En rondom de meetbaarheid kan ik eigenlijk aansluiten bij mevrouw Meijering van de VVD. Oké, hartelijk dank. Mevrouw Joldersma. Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn nu al goede vragen gesteld en ook in de voorbereide ronde die we hebben gehad zijn ook heel veel vragen gesteld. Maar ik kan eerlijk gezegd niet zeggen dat ik nou de antwoorden zo helder vond om naar huis te schrijven. Dus vandaar dat wij een aantal vragen bij ons blijven bestaan. En die hebben toch vooral te maken van wat net is gezegd van hoe bereik je resultaten? Welke organisatorische vorm helpt nou om de beste resultaten te bereiken? En dat we van de situatie waar we zijn, overgaan naar een situatie waar je het komt tot een rechtspersoon, dat lijkt ons heel duidelijk. Maar dan is natuurlijk de volgende vraag, welke rechtspersoon gaat ons daarbij het meest helpen? Er is de keuze gemaakt voor de overheidsvennootschap. Nou, dat is nogal een bijzondere vorm, want niet iedereen weet eigenlijk wat je er precies onder moet verstaan. Ik zag er een hele mooie beschrijving van, het is een overheid in een privaatrechtelijke vermenging. Dus eigenlijk een overheid in een privaatrechtelijke jas. Maar als we kijken naar de argumentatie die wordt gegeven om voor deze vorm te kiezen, en in plaats van deze vorm kan je dus ook kiezen voor een
een stichting of voor een coöperatie, dan gaat het heel erg op van hoe ga je nou de verschillende partners, hoe ga je die nou betrekken en hoe ga je nou die sturing vormgeven. We hebben dat ook aan die partners zelf gevraagd, wat zij ervan vonden. Nou, ik merkte ook bij die partners dat ze zeggen, wij vinden het ook een beetje een vreemde vorm. Wij kunnen daar ook niet zo goed mee uit de voeten. Als we kijken hoe nu de samenwerking plaatsvindt met de partners, zijn we daar best wel tevreden over. Maar wij zijn een beetje bang dat die rol van de gemeente toch wel heel dominant gaat worden in die rol van die overheidsvennootschap. Dus daar zouden we graag een reactie van de wethouder op horen van, lukt het nou wel om die samenwerking tussen verschillende partijen die we nu hebben, straks bij die overheidsvennootschap vorm te geven? Er werden net al vragen gesteld over die raad van advies. Maar ja, in de praktijk, een raad van advies stelt niet zoveel voor. Bij een coöperatie heb je tenminste nog gelijkwaardige partners. Een raad van advies mag alleen maar advies geven. Dus heel belangrijk is straks om te weten wat dan die zogenaamde sterke sturing waar zo voor wordt gepleit, wat die gaat inhouden. Sturing kan zijn op regie. Maar ja, heb je het over de regie van beleid of heb je het over de regie van de uitvoering? Gaat die overheid, wat nu eigenlijk al een kritiek was in de evaluatie, niet nog steeds heel veel verschillende rollen vervullen? En ga je dan misschien niet een soort belangenverstrengeling van die verschillende rollen van de gemeente krijgen? Dus wij vinden het heel logisch dat de gemeente regie op het beleid heeft, dat ze als opdrachtgever sterk kan sturen dat er resultaten wordt bereikt. Maar ja, dat kan ook in een gewone subsidierelatie volgens ons met de stichting. Dus graag horen wij wat die sterke sturing nou betekent. Want sturing in de uitvoering, als je en gemeente in de uitvoering zit en daar de regie hebt, en je hebt dat ook nog eens in de aansturing, ja, ik weet niet of het daar beter van gaat worden. Het wordt gezegd in de stukken van een overheidsvennootschap is slagvaardiger. Ja, ik zou eens denken, een overheidsvennootschap is juist minder slagvaardig, want die overheid die is al zo bureaucratisch, de gemeente ook, en dan wordt het alleen maar ingewikkelder. Terwijl ik eigenlijk meer verwacht van de vernieuwingskracht van die professionals die in de organisatie krijgen. En als die overheidsvennootschap en daarmee de gemeente daar sterk op gaat sturen, hebben dan die professionals nog wel straks de innovatiekracht? Want je wilt juist vanuit de professionals krijgen dat zij straks voor de vernieuwing gaan zorgen. Heel graag dus een antwoord op waarom dat overheidsvennootschap dan blijkbaar toch die met sterke sturing die slagkracht niet zal aantasten. Ik heb je dus een aantal punten gezegd die voor ons eigenlijk heel belangrijk zijn. Heeft die sterke sturing niet een aantal nadelen? Wat je in de praktijk ook ziet, als de overheid zich er veel mee gaat bemoeien, wordt het alleen maar bureaucratischer van. En komt de inhoud en de professionaliteit niet tot zijn recht. Samenwerking tussen de verschillende professionals. En dus die innovatiekracht bij de professionals. Dan hebben we nog een paar vragen los van die organisatorische vorm. En dat is over die samenstelling en die FTE van die samendoenteams. Die komt ons inderdaad vrij realistisch voor. Nou, er is net eigenlijk een goede vraag gesteld over die administratieve ondersteuning. Dat kan de professionals ontlasten. Dus misschien dat ook de wethouder daar nog even op kan reageren. Maar waar wij ons vooral zorgen over maken is dat die professionals die zijn vreselijk veel tijd kwijt aan de indicatiestelling. Bijna een derde van hun tijd, dus dat willen we efficiënter doen. Nou, een heel simpele oplossing ligt er volgens ons in dat je met name als het gaat over de jeugdhulp, dat je daar ook de professional bij betrekt die daar verstand van heeft. Zeker als het gaat om kinderen die ernstige complexe problematiek hebben. Dan moet je dat volgens ons niet bij de professionals in het samendoenteam willen leggen. Ook de gedragskundige is toch nog niet postacademisch geschoold genoeg. Dan heb je daar postacademische professionals zoals een psycholoog, GZ-psycholoog, psychiater voor nodig. Die in staat is om dat kind goed te beoordelen en snel de indicatie te stellen. Een andere manier van meer efficiënt, die ook bij ons in de fractie werd genoemd, is dat er in Twente eigenlijk op het gebied van de indicatiestelling heel goed wordt samengewerkt tussen gemeenten. En dat kan ook bijdragen aan de efficiëntie. Is waarschijnlijk voor onze gemeente in de samenwerking nog een brug te ver. Maar misschien is dat ook een oplossing voor de toekomst. Dan nog twee punten waar wij ons zorgen om maken. Dat is het omgaan met persoonlijke gegevens. Wij horen nu al van diverse partners in de keten. Niet de mensen die zelf in het samendoenteam zitten, maar de professionals daaromheen. Die zeggen van wij moeten nu veel te veel gegevens over onze patiënten of cliënten aan de gemeente aanleveren. Wij vinden dat daarmee onze privacy en ook de privacy van onze cliënten wordt overtreden. Maar
We kunnen geen kant op, want we zijn van de gemeente afhankelijk. Wij moeten die gegevens leveren, anders krijgen we geen cliënten. Dus wij maken ons zorgen hoe dat dan in zo'n overheidsvennootschap, hoe dan die privacy van cliëntengegevens, hoe die wordt gewaarborgd als die nu al, naar het oordeel van een aantal zorgprofessionals, al met voeten wordt getreden. En tenslotte zijn wij nog heel erg op zoek van, dit is een ingewikkelde situatie, dat hebben we ook geleerd van de afgelopen jaren. En dat betekent dat je dus niet in één keer de goede keuzes kan maken, dat het ook niet lukt om in één keer goed te sturen, maar dat je constant onderweg bij zult moeten sturen. Wij vragen ons af of die overheidsvennootschap dan ook wel de beste manier is om bij te sturen, maar hoe kunnen we dat bijsturen onderweg, leren van de ervaringen en leren wat er gebeurt, hoe kunnen we dat ergens gaan inbedden? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Jolders. Maar meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. Twee besprekingen over in wezen hetzelfde thema, hetzelfde onderwerp, namelijk de toekomst, zeker uitwerking van de samendoenteams. En ik merk ook een beetje in de bijdrage van de collega die voor mij het woord hebben gevoerd, dat de zaken wat door elkaar gaan lopen. We hebben hierna het agendapunt puur, wat mij betreft, over de organisatorische en juridische vormgeving. En ik zal mijn bijdrage op dit moment eigenlijk alleen willen richten op het inhoudelijke deel van de uitwerking van de samendoenteams. De andere vragen komen dan wel bij het volgende agendapunt. Ik zou de portefeuillehouder de volgende vragen willen stellen. En met name dan dus over de raadsbrief en de daarbij gevoegde notitie. Bij punt 2 van het bij de raadsbrief gevoegde collegevoorstel staan twee opdrachten vermeld. En ook gelet op onze bespreking in de vergadering van 18 december jongstleden, waar duidelijk is geconstateerd dat er een stevigere behoefte is aan sturing, aan monitoring op het gebied van data, financiën, uitgaven, om daar dan aan toe te voegen een passende financiële controle en beheersing en objectieve resultaatmeting. Dat staat ook als zodanig genoemd in het raadsvoorstel, maar ik denk dat het ook belangrijk is om dit als derde aandachtspunt voor de teamleider samen doen als een opdracht mee te geven. En dus graag de reactie van de portefeuillehouder daarover. Dan volgende punt, de samenwerking tussen de samendoenteams en werk en inkomen. In de meegestuurde notities worden drie opties genoemd. Er wordt aangegeven dat optie 2 het einddoel is, maar er wordt voorgesteld om de werkwijze nu zo in te richten volgens optie 3. Dat is erg onlogisch, verspilling van tijd, geld en energie. Als ik dan ook lees dat het voornemen is om eind 2019 al door te ontwikkelen naar optie 2, dus het beoogde einddoel, dan zou ik het college willen oproepen dit te heroverwegen, gelijk te kiezen voor optie 2. Onze inwoners zijn hier het meeste bij gebaat. Zoals u zelf ook aangeeft, en dat citeer ik uit de stukken, voordeel is dat in meer gevallen direct antwoord kan worden gegeven op de vraag van de inwoner. Dan denk ik, dat wordt de kracht van gelijk doen. Een van de belangrijkste inhoudelijke opgaven is het aanbieden en versterken van preventieve en collectieve voorzieningen. In hoofdstuk 7 van de notitie wordt gesteld dit te doen in verbinding met onder andere kernen en inwoners. Ik wil u het college oproepen om hiervoor ook in ieder geval de gesprekken aan te gaan met de plaatselijke belangen in alle kernen. Zij kennen het werkgebied, zij kennen de knelpunten en zij weten waar behoefte is. Vervolgens, in paragraaf 8.4 wordt het aan het college gevraagd ambtelijk om een budget incidenteel van €150.000 beschikbaar te stellen ter dekking van kosten voor een nieuwe aanpak en opdracht met betrekking tot het preventief en collectief aanbod. En om dit dan te verantwoorden bij de eerste BRAP in 2019. In de notitie wordt echter ook aangegeven dat een aantal ontwikkelingen op dit gebied al gaande is. Is het dan niet beter, raadzamer, om eerst het resultaat en de beoordeling van die ontwikkelingen af te wachten, in plaats van nu al een fors bedrag in te zetten voor nieuwe activiteiten, terwijl de uitkomst van lopende activiteiten nog niet eens bekend is? Tot zover de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Grampel. Ik kijk even naar de portefeuillehouder. Alle vragen zijn gesteld.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook voor de vragen rond een onderwerp wat al sinds we volgens mij 4 jaar geleden zijn begonnen met samen doen. Een enorme punt van bespreking ook is. En van, jongens, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat met elkaar invullen? We hebben een taak gekregen, hebben we er al eerder over gehad, die gedecentraliseerd is, waar wij een verantwoordelijkheid over hebben. We hebben een pilot gedraaid. Uiteindelijk hebben we de conclusie getrokken van, we moeten die pilot gaan bestendigen. Daar hebben we in december 2018 een heel belangrijk besluit eigenlijk over genomen, waarin we hebben uitgesproken, jongens, we willen verder met de Samen Doen teams. Daar hebben we een paar voorwaarden bij benoemd, zeg maar, wat wij belangrijk vinden en wat we willen borgen en wat we aangeven, wat we willen verbeteren. Een aantal zaken komen hier weer heel expliciet aan de orde. Maar het gaat met name ook om die sturing waarin we hebben gezegd van, jongens, daar willen we toch meer grip op hebben, want het is een enorme taak die op ons afkomt. Op de sturing, maar we willen ook die samenwerking zo goed mogelijk in stand houden. Ergens zit daar een schuring. Dus schuurt dat, zeg maar, hè, tussen die twee verschillende doelstellingen. Omdat we hebben gezegd, we komen vanuit de Samen Doen. Een situatie waarin we op een hele mooie manier hebben samengewerkt. Maar hoe kunnen we dit nu ook naar de toekomst toe bestendigen? Daar hebben we in december, heeft u daar een besluit over genomen dat we daarmee verder willen gaan. Ja, daar kom ik ook wel een beetje bij de vraag van de VVD uit. Want daar hebben we in principe die keuzes gemaakt waarin we hebben gezegd, wij willen verder met Samen Doen. Dat is een keuze die u ook als raad gemaakt heeft. En waarin een aantal doorontwikkelpunten stonden genoemd. Die met name, als je het wilt, die je moet doorvoeren. En dat we gezegd hebben, we willen het definitief gaan maken naar de toekomst toe. En hoe doe je dat en in welke entiteit? Nou, daar hebben we het gesprek met elkaar gevoerd over. Wiens verantwoordelijkheid is dat dan? Hè? Want het is een organisatie en uiteindelijk hoe je het feitelijk organiseert, dat zou dan ligt bij het college. Maar hebben we wel de afspraak gemaakt om u daarover te informeren en in alle transparantie daar proberen mee te nemen hoe het college tot haar overweging is gekomen. Dat zijn de stukken die richting u zijn gegaan met de begeleiding van een raadsbrief, maar ook vergezeld met de besluiten en de overwegingen van het college daar destijds bij. En wat ik hier nu ook proef, is dat het heel veel over hetzelfde gaat, waar we met elkaar in het college natuurlijk ook over hebben gesproken. Voor ons hebben we de verschillende smaak, want eigenlijk is de vraag die nu voor ligt, waar we nu een keuze in gemaakt hebben, hè, dat we Samen Doen willen houden, dat we op die manier willen samenwerken, die keuze is al gemaakt. Maar de vraag is, binnen welke organisatiestructuur past dat dan het beste? Wij hebben gekozen, en daar hebben we u in mee willen nemen in de brief, hebben we gekozen voor de overheidsvennootschap, omdat wij denken dat die daar het beste bij past. We hebben onze argumentatie met u gedeeld, hoe we daartoe komen. Zeggen wij daarmee van, we hebben het ei van Columbus, we hebben de heilige graal en nu weten we hoe het moet. Hè? Want dat wil ik helemaal niet suggereren. Wij hebben als college met dezelfde vragen nogmaals gezeten. Waar u ook mee zit om het zo goed mogelijk te doen. Daar hebben wij ook met onze partners spreken we daarover. En uiteindelijk denken wij dat dit het beste daarbij ligt. En de argumentatie daaronder hebt u kennis van kunnen nemen. Dus die wil ik nog wel heel veel herhalen. Maar die staat feitelijk ook wel in de stukken. Dus dat zou ik wel. Dat gaat ook over, ja, waarom doen we het eigenlijk? En waarom hebben we hiervoor gekozen? Ik wil nog wel even, een raad van advies kwam nu een paar keer voorbij. En dat is wel. Ik wil daar, want er werd even ergens over gezegd van, ja, er stelt niets voor. Daar wil ik me echt verre van houden. Wij vragen onze partners, en dat zijn nu ook de gesprekken die we met elkaar doen. Wij zitten in een samenwerkingsverband. En zo kijken we er als college ook tegenaan. Waarin we tegen dingen aanlopen die naar de toekomst toe lastiger zijn te bestendigen. Dus wij vinden, we moeten naar een definitieve vorm. Welke vorm en welke entiteit je in die zin ook kiest, zitten haken en ogen. Als je het helemaal, want de bandbreedte is ongeveer hoe je het kunt organiseren, hoe het in de landen gebeurt, is dus, en die heeft u ook kennis van kunnen nemen, is dat je het helemaal in huis haalt of je zet het in corporatie. Dat zijn ongeveer, dat is de bandbreedte. Een corporatie in zichzelf, dus ik snap ook dat het CDA dat noemt, dat is in zichzelf een hartstikke interessante werkwijze, die wij ook in die zin ook heel serieus hebben overwogen, want zou dat niet kunnen. Maar gelijktijdig heeft uw raad over sturing gesproken en hoe we daar grip op houden. En zitten we midden in de situatie van de transformatie. We staan pas aan het begin van de transformatie. Van de programmaonderdelen. We hebben het over een organisatie. Van het Samen Doen. Onze sociale wijkteams. Waarvan we hebben gezegd, die willen we houden.
We willen dat zo goed mogelijk met onze partners doen, omdat die partners ook in het hele maatschappelijke veld werkzaam zijn. Dus als je dan dus samen doet, je sociale wijkteam, hoe je die organiseert, laten we dan ook zorgen dat dat toekomstbestendig is. Dus dan moet je een entiteit onderleggen. En laat je dan ook zorgen, en dan kom ik bij die raad van toezicht uit, laat je ook zorgen dat je beïnvloed wordt van buitenaf. Dat je beïnvloed wordt door relevante partners in het maatschappelijke veld. Want uiteindelijk, en dat zien wij ook als de opgave, die hele maatschappelijke opgave de transitie die heeft plaatsgevonden over de drie domeinen. Hè, als het gaat over participatie, WMO en over jeugdzorg. Dat is een enorme opgave waar onze verantwoordelijkheid ligt. Waar wij verantwoordelijkheid voor moeten afdragen. Waar wij ook financieel onze verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Maar we kunnen het niet alleen. Dus we hebben gezocht naar een manier dat je die partners zo goed mogelijk vindt. En eigenlijk hebben we als college, u hebt de besluiten gezien, hebben de conclusie getrokken dat we met de inrichting van het samen doen team en de vaste entiteit daaraan geven er ook nog niet zijn. Dus we moeten met diezelfde partners die nu in samen doen zitten, en misschien zijn het er wel meer en misschien zijn het er ook wel een aantal niet, dat weet ik niet, dat zijn de gesprekken die we naar de toekomst toe moeten voeren, moeten we met elkaar het gesprek voeren, hoe voeren gaan we die transformatie. En met dat die gesprekken hebben we nu de behoefte, en we hebben ook gezegd, en we zijn nog 4 jaar lang bezig, vanuit een vaste organisatie van hoe ons sociale wijkteam geregeld is. En daaromheen wil ik dus een aantal mensen. En dat echt verre van een raad van advies die er niet toe doet of niets voorstelt. Dat zijn adviezen die we heel serieus willen nemen, omdat we ons bewust zijn dat we het samen met onze partners doen. Dus dat vind ik wel, voor ons is het heel doorslaggevend geweest. Voor ons als college dat er een raad van toezicht bij zit. De meetbaarheid, dat is ook, en dat heeft u ook in de voorstellen gelezen, dat is juist wat je er ook uit wil halen. Zowel op resultaat, de indicatoren, laten we die ook met elkaar gaan opstellen. Dat is ook wel een opgave, zoals we die nog onvoldoende hebben. En vervolgens ook hoe je financieel je verantwoording daarover aflegt. Dus dat maakt onderdeel van de opdrachten. En dat is ook waar wij ook met de overheidsvernoot, dat we daar ook onze verantwoordelijkheid van gaan vragen. Dan een aantal vragen over, is die sterke sturing niet het risico? Daar kunnen we heel lang met elkaar het gesprek over voeren. Dat is ook zo. Maar ik heb ook proberen aan te geven dat het daar schuurt. Maar we hebben als raad ook geconstateerd dat daar een behoefte aan is. Omdat we constateren dat het op bepaalde momenten nu nog niet gaat zoals we het zouden willen. En dat we nog stappen moeten maken die we nog zouden moeten maken. En daarvoor is dit gewoon een stap die we naar de toekomst ook willen zeggen. En juist ook dat je daar invloed op moet hebben. En sturing en vrijheid, ja, dat lijkt altijd dat daar iets schurends tussen zit. Maar anderzijds wordt ook gesuggereerd zou dit juist niet innovatie in de weg staan? Ik zie daar geen enkele reden toe waarom hier innovatie toe in de weg zou moeten staan als je niet met de partners in het samen doen team zet. Want we hebben het, u geeft ook aan, ik heb met partners gesproken. Wij hebben uiteraard ook met partners gesproken. Maar ook een deel van onze partners zeggen, ja, de situatie zoals die nu is, is voor ons ook geen houdbare situatie naar de toekomst toe. Dus je ziet ook verschil bij de partners. Dus uiteindelijk moet je er als gemeente ook wel een keuze in maken van, en hoe gaan we naar de toekomst toe nu ook borgen? Want er zijn ook partners die leveren mensen, of die zijn gezegd van, ja, maar we willen juist niet de mensen leveren, want een subsidierelatie en in die team zitten. En vorige keer iets wat in de raad was van, ja, maar hoe heb je dan die onafhankelijkheid geborgd, hè? Dat de mensen die in het team zitten niet door. Dat denken we dat we het goed ondervangen hebben, maar je ziet ook dat partners daar ook al verschillend in staan. En ook naar de toekomst toe zeggen van, we hebben dat nu 4 jaar gedaan, maar neem ze alsjeblieft dan ook over en om het ook naar de toekomst toe te bestendigen. Dus ook daar zie je verschillende geluiden. En ik ga niet zeggen die heeft gelijk of die heeft gelijk, maar je ziet wel dat je als overheid vanuit de verantwoordelijkheid die je hebt, daar een keuze in moet maken. We hebben die willen maken en ondertussen niet het kind met het bad laten weggooien. We willen met onze partners in gesprek blijven. En die opgave, daar staan we gewoon middenin. Dus ik denk dat er voldoende ruimte juist is, ook ondanks die sterke sturing, of misschien wel dankzij die sterke sturing, voor samenwerking en innovatie. Dan hadden we vanuit de ChristenUnie, die optie 3, waarin u spreekt over die verdere doorontwikkeling, hè, ten aanzien van een werk en inkomen, dat we als raad ook hebben gezegd van dat is een van de opgaven die wij belangrijk vinden, dat die ook beter vorm wordt gegeven. Die onderkennen we ook en daar zijn we ook werkende aan. Maar gelijktijdig constateer ik ook, uit de situatie waarin wij nu komen, vanuit de organisatie en met, u merkt ook aan de discussie hier, de stevige zoektocht hoe je je structuur nu vorm gaat geven rond samen doen teams en die doorontwikkeling daar, dat we het in die zin
vanuit ons college wenselijk hebben geacht om dat stapsgewijs te doen. Met wat een hele mooie doelstelling zou kunnen zijn dat je daarop uitkomt. Maar gelijktijdig, doordat we nu met die integrale intake die verbeterslag al hebben gemaakt, die gemaakt zou moeten worden, kunnen we misschien na verloop van tijd ook beter het net ophalen om te kijken van, maar moet je hem ook wel volledig integreren? Want is iedereen met de vraag van het werk en inkomen, zou die dan ook naar een sociaal wijkteam toe moeten? Hè? Het zou misschien in de toekomst ook wel kunnen blijken dat we ook wel degelijk een gemeentelijk loket daarvoor zouden willen houden. Dus wat ik eigenlijk wil aangeven, er zit voor ons ook nog wel een zoektocht in van hoe we dat zelf moeten doen. En deze stap vinden we dat minimaal gezet zou moeten worden in relatie tot de organisaties. Voorzitter, mag ik daar even een vervolgvraag op stellen? Ik snap wat u aangeeft. Alleen, in het stuk staat ook zo'n korte tijdspanne tussen die optie 2 en optie 3. Optie 3 is met generalisten, optie 2 is met specialisten. Daar wilt u zelf naartoe, begrijp ik. Ook om overbodige energie, tijd, ook evaluatie van medewerkers te voorkomen. Ook in het belang van de inwoners. Want elke verandering zal toch ook weer bij hen even moeten landen dat ze misschien niet helemaal bij het juiste loket of ingang zijn. Zou mijn advies zijn, als u toch naar dat einddoel toe wilt, en ook binnen zeer afzienbare tijd, sla dan deze stap over en ga daar gelijk voor de zaken inrichten. Ik denk zowel voor de medewerkers als voor de inwoners, omgekeerd inwoners, daar doen we het voor, maar ook de medewerkers hoeven er maar één keer te veranderen en het scheelt ook weer een evaluatie. Ik wil uw punt daar in die zin nog wel eens meenemen, maar vanuit ons is wel dat we heel erg vanuit die werkwijze, dat we die in ieder geval zouden moeten verbinden voordat we een structuur daarin gaan veranderen, maar dat we nog heel veel winst zien te boeken in die werkwijze. En dan ook, met mogelijk om dat al op korte termijn, maar dat ook nog eens even te evalueren of dat dan daarin nodig is. Maar als u het goed vindt, nemen we dat ook nog eens een keer mee terug om dat nog eens in die zin te overwegen. Mevrouw Meijerink. Ja, bedankt mevrouw voorzitter. Wethouder, u doet voorkomen alsof we hebben toen akkoord gegeven en daar ben ik het volledig mee eens. We hebben me ingestemd met het voorstel. Maar we hebben wel heel veel vragen opgesteld en heel duidelijk laten weten wat wij misten in de evaluatie van de samendoenteams. En nu stapt u daar overheen. Dat vinden we heel erg jammer, want wij vinden het juist heel erg belangrijk. Waar stonden we? Wat was ons vertrekpunt 4 jaar geleden of 5 jaar geleden? We hebben een jaartje verlengd. En waar staan we dan nu en waar gaan we naartoe? En alleen een andere organisatie, volgens ons helpt dat niet. Participatieraad, die is ook zitten. Die hebben ook heel veel aandachtspunten aangegeven, die ze heel belangrijk vinden. Nou, daar wordt eigenlijk ook niet veel verder op ingegaan, met uitzondering misschien van een stukje communicatie. Het is niet zo dat wij zeggen van, u moet het samen doen stoppen, maar we willen wel duidelijke eikpunten van het beleid. Waar gaan we naartoe en hoe kunnen we nu verder ook als raad sturen? Want op die details, als andere mensen zitten we eigenlijk niet. We willen meer op de hoofdlijnen sturen en dan ook weten waar kunnen we op sturen. En dat indicatoren dan later weer bepaald zullen gaan worden. Misschien hebben we wel wat veel verwacht, maar we hadden verwacht dat we die nu zouden zien. We zouden weten waar staan we, waar gaan we meten, waar gaan we naartoe. Zodat we ook volle kracht vooruit kunnen. Want 4 jaar plus een jaar pilot, we vinden het echt wel genoeg. We moeten gewoon aan de slag met de verdere ontwikkeling. Ja, voorzitter, volgens mij gaf je ook een bijdrage aan van, wij hebben als college, we zien er niets van terug van wat er gebeurd is. En ik wil alleen aangeven dat wij geprobeerd hebben vanuit het college om juist te werken vanuit de opgave die de raad ons heeft gegeven. De raad heeft ons gegeven, we hebben niet het beleid herzien. Wij hebben het beleid sinds 2014 vastgesteld. Hè, dus volgens bij het beleid en dat we meer de regie bij de inwoner willen. Daar zijn de samendoenteams op ingericht. En wat nu de keuze die gemaakt is, is dat we een definitieve entiteit moeten kiezen om aan die beleidsopgave, die gewoon staat, zeg maar, die ook niet ter discussie staat, om daar invulling aan te geven, om die naar de toekomst toe te borgen. Dat is zeg maar de keuze die we gemaakt hebben. We hebben destijds een keuze gemaakt, gaan we daarin verder? En daar heeft de raad een aantal voorwaarden aan verbonden, hoe we dat dan zouden, dat we door willen, maar dat we een aantal zaken daarin terug willen zien, die ook gericht zijn op de organisatie. En dat is de stap die we nu gezet hebben. En dat is dan zeg maar ook even op hoofdlijnen, zoals wij denken om te moeten gaan met de opdracht die er vanuit de raad zit. En dan hopen wij dat wij daar invulling aan hebben gegeven, wat de raad daarvan heeft gevraagd, zeg maar, wel zoals u dat zelf ook in die notitie, zeg maar, aan ons hebt meegegeven.
Dus zo hebben we hem geïnterpreteerd en we hebben juist geprobeerd om niet iets naast ons neer te leggen, wat dan ook, maar puur juist vanuit die opdracht ook te werken en nu te komen tot een entiteit die toekomstbestendig is. Nou ja, en die hebben we helemaal geprobeerd zo uit te werken. Een aantal zaken weet je en een aantal zaken hebben wij nu ook en waar u ziet, maar het is een voorgenomen besluit die wij hopen in juli ook die duidelijkheid over te kunnen hebben. Dat ziet u ook in het besluit dat wij als college hebben. Ja, dat zien we inderdaad. Maar wat gaat dan deze nieuwe vorm dan ook echt daadwerkelijk Hardenberg opleveren? Hè? De inwoners van Hardenberg, door deze transformatie dan nu te maken met een nieuwe organisatievorm, wij lezen een stuk niet helemaal waarom dit echt noodzakelijk is. Hè? Want nou, de lijntjes zoals ook mevrouw Joldersma aangaf, die zijn best, de voordelen zijn best, nou ja, discutabel op zijn minst, denk ik. Van kun je die voordelen ook echt bereiken? Of ga je toch weer meer strakker aan het stuur zitten? En de vraag die mevrouw Joldersma stelde en terecht vind ik van, gaan we dan niet te veel de professionals in de weg zitten, doordat ze misschien met een subsidierelatie ben je afhankelijk, maar ben je bij zo'n overheids-BV ook niet afhankelijk van overheidsstromen? Ik wil graag eerst even de wethouder antwoord laten geven. Daarna een verduidelijkende richting mevrouw Joldersma. Of mevrouw Meijering. Ik wil mevrouw Meijering even vragen welke kaders ze precies bedoelt. Ik vind het lastig om aansluiting te vinden in uw verhaal. Ik heb uit het stuk kunnen halen dat het college een organisatievorm kiest, tenminste voorstelt in deze. Ze hebben een aantal besluiten die zij voorleggen als het gaat om die collectieve preventie, exact zoals wij gevraagd hebben in december. Ze hebben de opdracht van de gebiedsteams, de samendoenteams, geformuleerd, de taken van de samendoenteams, de opdracht voor de teamleider om verder uit te werken op die taken en die opdrachten. De doorontwikkeling richting werk en inkomen, daar worden een aantal opties neergelegd. Hebben ze de juiste afweging gemaakt? Dat is de vraag die volgens mij voorligt vandaag. De verkenning met Ommen wordt benoemd in het stuk. Welke kaders bedoelt u? Dat is eigenlijk mijn vraag, want u zegt ik mis iets. Ik krijg niet helemaal helder wat dat is. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik zou er eigenlijk graag een tegenvraag stellen. Op welke kaders wil u straks sturen als raadslid? Aan de hand van dit stuk. En wanneer is het dan gelukt en wanneer is het dan niet gelukt? Want dat zijn precies die dingen waar ik zoek. En dan, u noemt Ommen. Nou, dat is dan, daar wou ik het vanavond helemaal niet over hebben. Maar goed, ik heb begrepen dat ze in Ommen ook niet zo heel gelukkig zijn met hoe de communicatie op dit gebied loopt. En er ook al raadsvragen gesteld zijn waarom ze in de krant moeten vernemen. Dat wij dit voornemen zijn, dat het niet op voorhand gecommuniceerd is. Dus ik wou die ook maar even parkeren. Maar gewoon, ja, wij zien niet goed waar we op moeten sturen en wat het voordeel is. En die dingen die u benoemd hebt, zijn we inderdaad van plan. Daar zijn we het ook niet mee oneens. Dat hebben we ook niet aangegeven. Wij willen gewoon graag weten, als raad wil je terug naar de hoofdlijnen en de professionals laten doen wat ze moeten doen. Maar wij willen graag sturen op beleid. En wat zijn dan de indicatoren waar we op gaan sturen straks als raad? En dan wil ik niet op het detailniveau wie welke zorg levert. Daar gaan we volgens mij als raad niet over. Dat is duidelijk, mevrouw Meijering. Meneer Van der Grampel. Ja, misschien even naar mevrouw Meijering. Maar goed, dat had ik opgeschreven voor het volgende agendapunt, de kaders. Maar ja, goed, nu we daar toch over hebben, voel ik mij toch genoodzaakt om het even naar voren te brengen. We hebben duidelijk 18 december de volgende kaders meegegeven als raad aan het college. En ik citeer, het sturen op zowel kwaliteit van dienstverlening als financiële risico's, het invullen van de opdrachtgevende rol, daarbij inzetten op passende financiële controle, beheersing, objectieve resultaatmeting. Dat zijn kaders die we duidelijk hebben geformuleerd. En ik ga ervan uit dat het college daarvan een passende invulling zal geven. Ja, en misschien had ik dan te veel verwacht. Maar ik had verwacht dat die brede invulling, daar ben ik het helemaal mee eens, maar dat we daar nu al meer handen en voeten aan zouden kunnen krijgen. Oké, okay, dan geef ik nu het woord weer even terug aan de wethouder. Want ik denk dat de vraagstelling op zich van mevrouw Meijering helder was. Ik vind de reacties van aan weerszijden van mij ook duidelijk. Als u nog aanvullingen heeft, prima. Maar anders zou ik zeggen, maak uw verhaal af. En dan... Nou, ik denk dat er heel veel over gezegd is. En dat staat ook een beetje, denk ik, in het misverstand wat wij hebben. Ik probeer echt vanuit het voorstel van de raad te werken.
Dit is geen beleidstuk, hè? Dit is een uitvoering. Dit is de uitvoeringsorganisatie van het beleid. En dat was ook exact de reden waarom dit niet middels een besluit ligt, maar middels een raadsbrief. We hebben gezegd, dit gaat over organisatie, hoe wij de dienstverlening organiseren. En hoe de dienstverlening moet zijn, dat zijn de beleidsmatige kaders. Daar gaat u over, maar dat is niet waar dit stuk over gaat. En dat was exact de reden waarom we destijds al de discussie hadden over, gaat de raad, dit is feitelijk waar het college over gaat, alleen hier moet het aan voldoen. Nou, wij komen tot een afweging waarin wij als college, daar heb ik u in proberen mee te nemen, uw vragen heel goed snappen, de opgave ontzettend helder is, en wat zou daar dan het beste bij passen, en wat is er voor nodig om dat te kunnen doen? Maar dat is wel, het gaat over de uitvoering. En wat krijgt de samenleving daarvan, vraagt u? Dat is het sociale wijkteam. Dat is waar, dat zijn de toegangen. Dat is onze organisatie. En wat wij vinden, waar onze prioriteiten zouden moeten liggen, of ja, dat legt u beleidsmatig vast en daar gaat u als raad over. Maar dit is de organisatiestructuur waarvan we hebben gezegd, met een aantal aandachtspunten, en ze zijn net nog eens herhaald, vanuit zeg maar, de door u vastgestelde kaders, daarbinnen werken wij. Ja. Ja, ik weet niet precies. Ik heb niet het idee dat het helemaal een bevredigend antwoord geeft, maar ik ben voor mezelf ook wel even zoekende. En ik wil u graag daarin. Misschien kunt u ons meenemen dan wanneer we, als u zegt van het past hier niet. We wachten nu eigenlijk al 5 jaar, hè, op die concrete meetpunten en waar stonden we en waar gaan we naartoe. Wanneer kunnen we dat dan expliciet verwachten? En volgens mij staat dat in de raadsbrief die we hebben gegeven en ook in de opdracht die wij zelf. Maar u leest ook een opdracht aan een teamleider. Daar zou u normaal nooit iets mee van doen hebben. Maar dat is omdat het een college voorstelt. Wij geven een opdracht en we nemen in 1 juli, voor 1 juli, een definitief besluit. We hebben nu een voorgenomen besluit genomen. We willen die kant op. Dit en dit en dit en dit en dit. Al de punten die daar genoeg zijn. Maar dat is exact het dilemma waarin, ik heb ook met uw griffier gesproken, van ik snap heel goed dat we met elkaar het gesprek voeren over de raadsbrief. Het is hartstikke relevant. Maar het is ook wel een beetje ingewikkeld. En nou ging daar ook de vraag van de heer Van Gampel over. Maar u wordt meegenomen in het proces waarin wij als college zitten en hoe wij het organiseren. U hebt alle stappen en we hebben geprobeerd met een raadsbrief in combinatie met de voorstellen zoals wij ze ook hebben genomen. Het besluit wat we hebben genomen met de onderliggende stukken. Daar heeft u kennis van genomen. En wij zullen voor de zomer een definitief besluit moeten nemen. En daar moeten dus een aantal zaken. Nou, dat heeft u gewoon kunnen lezen. En ik denk, voorzitter, dat de herhaling niet zoveel zin heeft. Want die staan daar gewoon in. Er waren ook nog wel een aantal andere vragen waarvan ik ook denk, daar hebben wij geprobeerd antwoord op te geven bij de technische vragen. Dus ik probeer het daar wel eerst bij te laten. En ik hoor nog een oproep om bijvoorbeeld wel, ook met plaatselijke belangen en dergelijke, om in die samenleving er beter bij te betrekken. Of plaatselijk belang, dat merken we voor onszelf wel, is dat altijd de beste gesprekspartner voor bepaalde opgaven. Maar midden in die samenleving zitten en weten wat er speelt, die oproep neem ik graag ter harte en zou ik ook graag mee terug willen nemen. Voorzitter, ik heb toch geprobeerd er een beetje op de hoofdlijnen wel overheen te gaan, omdat er ook een heel aantal vragen hebben wij geprobeerd te beantwoorden in de technische vragen. Ik heb geprobeerd naar het raadsvoorstel te gaan en u mee te nemen in de overweging die we als college hebben ook hebben gehad. Dus een heel aantal vragen. Ik begrijp ze heel goed, omdat we er zelf ook over hebben gesproken. Maar voor nu is het eigenlijk waar ik het bij zou willen laten. Ja, dat snap ik. En dit is denk ik ook wel een beetje het risico of over het gevolg van hoe het geagendeerd is. Hè, waar we het helemaal in het begin van de vergadering over hebben gehad. Punt 4 is niet het voorstel dat voor ligt. Er wordt ook geen besluit overgenomen. Het is informerend. Dat er vragen zijn die beantwoord worden, dat is terecht. Maar dat is het dan ook, voor wat betreft dit punt. En ik zou eigenlijk gewoon graag willen overgaan naar agenda punt 5. Met wel ook de kanttekening dat er bij punt 5 niet weer dezelfde vragen kunnen worden gesteld als bij punt 4. Want die lijken me uitputtend beantwoord. En datzelfde geldt voor de technische vragen die zijn beantwoord schriftelijk. Mevrouw Joldersma. Ja, ik was juist blij dat wij hier een procedure hadden gekozen waar we iets konden bespreken met elkaar. Ik begrijp nu dat er een aantal partijen zijn die eigenlijk vinden dat dat niet kan, terwijl we juist bewust deze raadsbrief hier op de agenda. Ik denk, de besluitvorming ook van het college is erbij gebaat als wij dingen hier bespreekbaar maken. En als we goed de vragen kijken, als we goed de stukken lezen. Dus ik snap eigenlijk niet waarom er dan
bezwaar is om vragen te stellen. Maar ik heb dus nog twee vragen die ik heel graag zou willen stellen. Dat mag, maar er is geen bezwaar gemaakt tegen het stellen van vragen en het beantwoorden daarvan. Ik heb juist vastgesteld, en ik denk velen met mij, dat er veel vragen zijn gesteld en ook veel vragen zijn beantwoord. Als u nog antwoorden mist op twee van uw vragen, dan zal ik de portefeuillehouder zo vragen of die nog... Als u wilt zeggen welke vragen dat zijn, of hij die nog even... Nou, ik wil graag nog even mijn vraag toelichten. Kijk, ik hou ervan, en ik vind dat daar een raad en een gemeenteraad bij gebaat is, als wij hier de dingen met elkaar bespreken, en ik vond dat er ook vanuit de VVD goede vragen werden gesteld, dan moeten we niet elkaar zeggen van, goh, je mag die vraag niet stellen. Ik denk, goh, dat is toch goed voor de discussie? Nee, even voor de goede orde, mevrouw Jolders, maar er is niet gezegd dat vragen niet gesteld mogen worden, hè? Dat is per se niet het geval. Okay. Ik denk dat ook iedereen de vragen heeft kunnen stellen die ze wilden stellen. Ja. En dat de wethouder die voor zover dat binnen de mogelijkheid lag, heeft beantwoord. Als u vindt dat uw vragen niet voldoende beantwoord zijn, dan vragen we de wethouder of die dat nog een keertje wil doen. Maar dan zou ik dit agendapunt nu willen afsluiten. Ja, en naar agendapunt 5 overgaan. Dan wil ik graag mijn vraag toch nog even toelichten, waar ik graag nog iets een specifieker antwoord op wil. Ja. Ik vind het fijn dat de wethouder dat dilemma schetst van die samenwerking en de sturing. Mijn vraag gaat nog wel over wat die sterke sturing straks, wat die toch precies gaat inhouden. We hebben destijds, in het stuk heeft ook heel duidelijk gestaan van, de gemeente heeft op dit moment meerdere rollen. De gemeente is financier, beleidsregie, opdrachtgever, mede uitvoerder. Het is in belang om daar helderheid over te krijgen. En ik zou die helderheid nog wel graag willen hebben van, want u hebt aangegeven van, nou, een raad van advies stelt toch wat voor. Daar kan die samenwerking met partners gestalte in krijgen. Ik zou nog wel wat meer helderheid willen hebben over wie gewie nou eigenlijk gaat over de benoemingen. Bijvoorbeeld de benoeming van de teamleider of de benoeming van de directeur. Ligt dat nu bij de gemeente? Waar ligt nou die bevoegdheid? En dat heeft dus te maken met de regie over de uitvoering. De vraag die ik in het begin al stelde, versus de regie over het beleid. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Ik kwam wat later in vergadering, dus ik had de eerste termijn gemist. En ik heb nog één vraag openstaan, de rest is al besproken en die zou ik nog graag even willen stellen. Is onze fractie al een poosje een doorn in het oog dat voor enkele medewerkers van de samendoenteams nog steeds onzekerheid bestaat over hun baan. Bijvoorbeeld door een payrollconstructie of subsidiecontracten die niet meer juridisch haalbaar zijn, dat lazen we ook in de stukken. En we zijn wel blij dat daar met keuze voor een organisatievorm een einde aan gaat komen. Dat wil ik nog wel even benoemen. Maar ik maak mij daarin wel zorgen over ingrijpende veranderingen in het voorliggende veld. En zeker als het naast overdracht van personeel in een eventueel nieuwe organisatie ook nog gevraagd wordt, en dat zag ik in een van de kaders terugkomen in een stuk, om een soort hernieuwde aansluiting bij het maatschappelijk ondernemen. Nou heeft maatschappelijk ondernemen niet echt een prominente rol in de afgelopen jaren gehad. We hebben daar niet meer, ik ben daar in ieder geval niet meer goed van op de hoogte. En ik zou graag nog van de wethouder een toelichting daarop willen hebben. Want beide keuzes gaan effect hebben op de organisaties in het voorliggend veld. En mijn vraag is eigenlijk, worden de organisaties daar ook in het proces goed meegenomen? Het ziet eruit dat de portefeuillehouder gereed is om nog antwoorden te geven. Voorzitter. Even over de sterkere sturing. Uiteindelijk gaat die natuurlijk over de resultaten die je verwacht. Hè. U noemde al zeg maar vanuit innovatie, vanuit ruimte voor de professionaliteit, voor doorontwikkeling. Daar gaat het over. Het gaat ook over de financiën. Hè. Zowel programma, maar ook als het gaat over het in de pas lopen van de beschikbare middelen. Daar stuur je op. Wie over de benoeming gaat. Ja, het is nog even van, een van de interessante zaken is ook van hoe het college zich verhoudt, hoe de raad. Dat is een van de opdrachten, zoals je hebt kunnen lezen, ook die wij nu ook hebben gesteld aan diezelfde teamleider. Overigens de teamleider al in dienst, hè, die zit daar ook, hè, maar die is gewoon teamleider maatschappelijk domein die nu aanwezig is. En we hebben een kwartiermaker, zeg maar, die we nu, die organisatiezaken ook. En uiteindelijk zal er een directeur-bestuurder voor die... voor de overheidsvennootschap. En daar gaat de gemeente over de benoeming. Ja, of dat, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het antwoord even of het college dat nu is, of dat vanuit de organisatie dat op pad. Maar uiteindelijk zijn wij bestuurlijk verantwoordelijk als college over de benoeming van de directeur.
Het maatschappelijk ondernemen, daar moest ik even over doorvragen. En het voorliggende veld. Om te beginnen met uw eerste opmerking. Dat is ook een van de zaken waarom we wel zeggen, Joost, we moeten echt door. Hè? Want we zijn inderdaad al 4 jaar lang met elkaar bezig. En het leidt ook tot onzekerheid bij het personeel. En dat we naar een definitieve vorm zetten om ook meer die zekerheid te kunnen geven. Niet alleen om die mensen zomaar even ten dienste te zijn, hoe goed werk ze doen. Maar we hebben gewoon hartstikke veel behoefte aan goede professionals. En er werken goede mensen. En we moeten zorgen dat we de goede mensen ook weten te borgen. Dus dat deel ik volledig. Het spanning, nou ja, ik heb dat ook een beetje proberen te schetsen van waar zit ons sociale wijkteam, zeg maar, zijn er samen doen. In relatie tot het hele maatschappelijke, het voorliggende veld, zoals u het daar noemt. Dat is ook de gesprekken die ik juist met onze partners ook zou willen voeren, ook naar de toekomst toe. Hoe gaat die samenwerking tussen de sociale wijkteams en het hele voorliggende veld? En daar komen al dit soort onderwerpen ook aan de orde. Maar dat is in die zin ook wel een soort herijking waar we met elkaar wel het gesprek over moeten voeren. Juist ook vanuit die hele transformatie opgaan, zoals wij ernaar kijken. Dus u hebt het over een risico, maar ik zou juist zeggen dat is een van de opgaven zoals ik die ook zie. En ook richting de toekomst, die transformatieopgave in te voeren. Nou, het risico wat ik eigenlijk benoemde is niet zozeer op de inhoud, maar heeft ook meer te maken met, je trekt samen op, hè, je wilt samenwerken. En als je ingrijpende veranderingen hebt, dan een organisatie kan daardoor angst hebben. En dat proef ik ook een beetje bij collega's van andere fracties, die ook aangeven, er zit misschien wat angst bij organisaties. Hè. Wij gaan een organisatie mensen overbrengen, we verliezen daarmee formatie. Maar als ook het maatschappelijk of sociaal ondernemen onderdeel is, dat betekent ook veel meer, misschien beperkingen in het voorliggend veld, breder. En ik vroeg me af, is dat nog iets om goed met de organisaties ook mee te nemen in het proces en of daaraan gedacht is? Nou, er is aan gedacht en uw oproep, omdat ook juist, ik denk dat het een van de kernonderwerpen is die we ook met de organisaties moeten betrekken. En ik snap de zorg ook die bij de organisaties zitten. Die zorgen worden natuurlijk ook met ons gedeeld. Dus een goede oproep daarin, denk ik. Dank u wel. Dan zijn we bij agenda punt 5. Het raadsvoorstel Toekomst Samen Doen Teams. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Van der Grampel, mevrouw Joldersma. Verder niet. Mevrouw Joldersma, ga uw gang. Ja, voorzitter, we kunnen heel kort zijn. Wij willen nog wel wat wensen en bedenkingen meegeven. Dat is op zich prima, maar dat is als opmerking, niet als vraag. Nee, maar dat is onze reactie op wat voor ligt. Dus dat betekent dat wij het dan graag een volgende keer zouden willen agenderen waar je die wensen kan benoemen. Nee, maar we hebben het nu over agenda punt 5 en niet over agenda punt 4. Nee, dit is agenda punt 5, het raadsvoorstel. Ja. Ja. Maar u heeft daar nu geen vragen over? Geen... Nou, ik geef gewoon als reactie, geef okay. Ik dat alvast mee. Nee, maar dat bedoel ik. Dat is uw reactie en niet zozeer, u heeft geen... Oké, prima. Meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. Ja, al gebleken vanavond, het is wat verwarrend. De beide agendapunten die soms heel erg door elkaar heen lopen. Bij mij weten, althans zolang ik in de raad zit, is het niet voorgekomen dat bij één onderwerp, even buiten de PSC-cyclus, bijna 50 schriftelijke technische vragen zijn gesteld. Het geeft denk ik ook wel het belang van dit item aan. En terecht, want naast de inhoudelijke kant gaat het ook om de organisatorische en juridische vormgeving van een essentiële voorziening. Namelijk de toegang die onze inwoners hebben tot zorg, ondersteuning, werk en inkomen. En dank aan de ambtelijke organisatie voor het vele werk, voor de beantwoording van die bijna 50 vragen. Op zich kan ik de lijn van het college om samen doen door te ontwikkelen van een netwerkorganisatie CQ Samenwerkingsverband naar een eenduidig aangestuurde juridische entiteit onderschrijven. Dit past in mijn optiek goed bij het kader dat de Raad op 18 december aan het college heeft meegegeven. En goed, ik heb net al in de reactie op mevrouw Meijering een aantal kaders genoemd. Ik ga het niet weer herhalen. Ik veronderstel dat bekend. En anders staat er nog wel in de stukken van 18 december. Vorig jaar hebben we ook geconstateerd dat de continuering van de netwerkorganisatie onvoldoende basis biedt voor eenduidige sturing, uniforme rechtspositie van de medewerkers en juridische houdbaarheid. Kortom, onvoldoende toekomstbestendig is.
Nu is de uitwerking van deze organisatorische vormgeving aan de orde. Een procesmatige stap, maar ook zeker enkele belangrijke inhoudelijke aspecten. En terecht om deze ontwikkeling ook te koppelen aan het verbeteren van de dienstverlening door deze integraler te maken, zoveel mogelijk overlap te voorkomen en ook het aspect van de bedrijfsvoering met een sluitende bekostiging hierin mee te nemen. Het college geeft aan dat de lijn om samen doen in een overheidsvennootschap voort te zetten het beste voldoet aan de eerder genoemde kaders en uitgangspunten. In de stukken is ook voorbijgekomen coöperatie, stichting. Wat ik eigenlijk niet hoor is gewoon het onderbrengen in de gemeentelijke organisatie, dus het in dienst nemen van de medewerkers. Er zijn dus een aantal alternatieven, maar goed, misschien hoor ik nog even graag van de portefeuillehouder, waarom is deze optie nu de beste? Ik lees in de beantwoording van mijn technische vraag dat de optie van de vennootschap ook met de ketenpartners is besproken, maar dat daar geen eenduidige voorkeur is. Mijn vervolgvraag is dan, kunt u aangeven welke bezwaren zoal naar voren zijn gekomen? In de stukken staat ook dat de medezeggenschapsorganen OR en GO om advies worden gevraagd. Is dat al uitgekomen? En zo ja, wat is hun advies? En dan misschien nog even wel mijn belangrijkste punt. Hoe zien de statuten van de vennootschap eruit? Ze zitten niet bij het raadsvoorstel, maar zijn wel essentieel daar waar het gaat om inzicht in rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, de positie van het college in zo'n vennootschap, hoe is het gesteld met de controlerende functie van de raad. Kortom, statuten is het fundament waar wij nu nog geen inzicht in hebben. Dus ik zou de portefeuillehouder ook willen verzoeken deze conceptstatuten zo spoedig mogelijk ter beschikking van de raad te stellen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Grampel. Dat waren de vragen alweer, ja. Ze zijn sneller vandaag iedere keer dan u denkt. Voorzitter, die zag ik dan even niet aankomen. Dus ik dacht, nou wordt het rond. Maar dat heeft vast te maken met de vorige ronde waarin een aantal zaken werden benoemd. Er waren inderdaad heel veel vragen en ik zal de dank overbrengen naar de ambtelijke organisatie die geprobeerd hebben in een kort tijdsbestek die vragen ook zo goed mogelijk te beantwoorden. U geeft aan waarom een vennootschap en een aantal smaken, bijvoorbeeld ook waarom niet in huis halen, hè? Waarom we er niet voor gekozen hebben. Eigenlijk hebben we het keuzeproces heel transparant, die we ook bij u hebben willen delen, die matrix die zit in die bijlage. En eigenlijk valt die onder eigen beheer, zoals die in de bijlage ook benoemd staat. Daar heb ik gezegd van ja, maar dat wijkt voor ons te ver af van de samenwerking waaruit we komen met onze partners. En het dan zeg maar ontbreken van een raad van advies. En in een coöperatie hebben we al aangegeven, ook in de vorige ronde, waarom voor ons daar wat inhoudelijke bezwaren zitten. Die zitten hier ook in. Dan bleef wat ons betreft de stichting en de vennootschap die we nu, overheidsvennootschap zeg maar, die we nu hebben gekozen, wat ons betreft bleven die dan min of meer over, wat zeg maar het dichtste zou liggen bij de opdracht die wij, zoals wij die vanuit de raad hebben ervaren. En dan is het eigenlijk doorslaggevend geweest voor ons met de eventuele uitbreiding, want wij geloven ook dat wij nu we kiezen nu voor een concept waar wij denken dat die het beste past bij de opgave waar we nu voor staan. En mocht er in de toekomst bijvoorbeeld mogelijkheden is om te, bijvoorbeeld vennootschap uit te breiden en dergelijke, dan heb je daar iets meer mogelijkheden bij als bij de stichting. Maar ik zeg er ook gewoon eerlijkheidshalve bij, het is wat ons betreft en dat de discussies in de marge geweest. We zaten voor ons wel heel erg in dat midden zeg maar, van waar de keuzes zouden moeten zitten, omdat dat het dichtste bij lag bij sturing samenwerking. Dan kom je overheidsstichting, overheidsbv uit en wij hebben om die reden hebben voor de vennootschap gekozen. Daar hebben we ook met de partners over gesproken. En u ziet, dat geeft inderdaad geen eenduidig beeld. Hè. In de vorige vraag hadden we het er ook al over gehad. Van een aantal partners die zeggen van ja, het construct zoals het nu is voor ons ook niet toekomstbestendig. Dus daar zouden wij ook niet op die manier onze mensen aan kunnen eigenlijk willen blijven leveren. Neem ze dan maar gewoon over wat gezegd wordt. Maar er zijn ook partners die zeggen van laat ons er juist ook in meegaan. Want wij denken, als wij in die samendoen teams werken, dat wij beter, hè, en dat is ook de afweging die we hier hebben gemaakt, en nogmaals, daar wil ik niet direct een waardeoordeel over geven, maar dat het dan beter zou kunnen leiden tot innovatie, dat soort zaken. En dat we zeggen, door ons
niet. En ik denk ook dat het ook consequenties heeft voor de organisaties, zou het kunnen hebben, in meer of mindere mate afhankelijk van de omvang van de organisaties. Ja, dat is wel het hele krachtenveld. Het sloot ook wel een beetje aan bij wat u natuurlijk net ook al aangaf over de gevoeligheden die hier rondom zijn. Want dat wil ik niet onder stoel of bank beschuiven. Dit is best wel een besluit, die u noemt het ook, het is verstrekkend. We gaan het nu ook definitief maken, waar we al heel lang een proef mee doen. En waarom al zo lang een proef? Omdat het een hartstikke ingewikkeld onderwerp is. En we kiezen er nu voor om er een definitieve vorm aan te geven. Ik denk dat het een stap is, ook voor het personeel en voor de inwoner, dat het van groot belang is dat we die stap zetten. Maar het is wel een stap die ook vanuit een huidige situatie komt, waarin wij, denk ik, als hele goed samenwerkende partners met elkaar hebben weten samen te werken. Dat we elkaar het licht in de ogen gunden. En dat we, dus het is ook geen afrekening of wat dan ook. Het is alleen van, ja, maar hoe gaan we nu verder en hoe blijven we ook met elkaar samenwerken? Wat ik net ook al aangaf, zonder het kind met het badwater te willen weggooien. Dus dat is een zoektocht en we weten ook, en daarom wil ik ook juist die gesprekken, wat we bij de vorige ronde ook hebben met die partners, om ook te kijken van, ja, wat zijn dan die betekenissen om het ook zo'n zacht mogelijke landing te laten zijn. En wellicht ook in de toekomst op een goede manier wel verder kunnen samenwerken, maar dan wellicht anders vormgeven binnen de samendoenteams. Dus dat is een beetje over de bezwaren. Uiteraard ligt het nu al voor bij de OR en bij de GR, maar verschillende OR en GR dan, daar hebben we nog geen reactie op. Maar ook daar zal het natuurlijk ook over de rechtspositie en dergelijke gaan. En dat heeft ook wel te maken met het laatste wat u noemt. En ik denk dat is een terecht punt, want dat is wel wat wij moeten hebben om ons definitief besluit te nemen. En ik zou hier wel willen toezeggen om ook te kijken van, ik heb het ook met de ambtelijke organisatie over gehad van, jongens, laten we dat naar voren trekken. Want ik merk ook dat een heel deel van uw overwegingen ook vanuit het personeel zitten. En ook naar de toekomstbestendigheid. En hoe zit wat u ook terecht aangeeft, hoe zit nu die verhouding tussen college en de overheidsvennootschap. Dat wordt daarin ook vastgelegd. En ik merk aan de vragen die hier ook gesteld worden, dat die behoefte daarin groot is. Dus ik wil nu in ieder geval de inzet plegen. Nou, ik weet niet of het deze maand lukt, maar om nu zo snel mogelijk ook die statuten bij u ook te krijgen. En dat we daar niet mee wachten dat we ze hebben en een onderdeel uitmaken van onze besluitvorming. Dus ik zou u wel willen toezeggen dat wij die statuten ook eigenlijk op dezelfde wijze zoals we het hier nu ook doen, met u delen. Wat mij betreft middels een raadsbrief of iets dergelijks, die kan vervolgens ook geagendeerd worden, heb ik begrepen. Nee, maar even ondergeven. Maar dat is volgens mij wat ik wel zou willen toezeggen. Dat is over uw laatste vraag. Volgens mij mag ik één aanvullende vraag stellen. Als u toch de statuten van de rechtspersoon gaat bijzenden, zou u dan ook de opdrachtbrief wellicht mee kunnen sturen? Die uiteindelijk, de kaders, meneer Van Gampagret al, zijn duidelijk. Maar er wordt natuurlijk een duidelijke opdracht verstrekt aan die BV, waarop het gemonitord kan worden. En die zou ik graag willen zien. En kunt u ons meenemen, want u schrijft ook in uw raadsbrief en alle andere stukken dat de budgetten in ieder geval niet meer gaan worden. Wat u voornemens bent om te gaan doen als, want u hebt een civiele verhouding nu, u bent opdrachtgever van de partij die het betreft. Maar wat gaat u doen als bijvoorbeeld budgetproblemen ontstaan? Gaat u dan aanvullen? Gaat u dat aanzuiveren? Of doet u dan ook wat bij normale BV's gebeurt? Laat u de zaken bij de BV leggen? En de laatste vraag die mij toch intrigeerde is in aanvulling op meneer Van Gampel, dat de keuze voor de BV inderdaad werkt u uit, maar heeft u niet enigszins achter uw oren gekrapt toen u zag dat maar 7% van de gemeente dezelfde keuze maken? Of dacht u juist dat u daarbij wilde horen bij die zeer kleine minderheid? Ja, voorzitter, om met die laatste vraag te beginnen. Er is een vraag gesteld over hoe het in anderen. Ik heb ook met andere gemeenten gesproken die het op deze manier doen. Maar ik ga niet overal kijken waar het meest is. Als ik 47%, hè, dus je zou kunnen zeggen, heeft volgens mij het naar binnen gehaald. Dan zou ik dus op basis van het percentage moeten zeggen, nou, dan moet ik het ook naar binnen halen. Want dat doet eigenlijk de meeste van alle keuzes, komt die het meeste voor. Wij komen uit een hele specifieke situatie. Wij hebben het op een hartstikke interessante manier hier georganiseerd, samen met onze partners. Dat is voor mij het vertrekpunt en niet het vertrekpunt waar wat de meerderheid of wat de minderheid doet. Ik heb gekeken van, hoe hebben we het hier gedaan? Wat ging hier hartstikke goed? Wat is de opdracht van de raad? Waar vinden wij dat het beter moet? En daarbij gekeken. Dus ik ben het vertrekpunt van hier, de lokale situatie zoals die hier in Hardenberg is. Daar heb ik aansluiting bij gevonden. Er was inderdaad een technische vraag gesteld van hoe vaak komt dat voor? Ik zeg vanuit het college, is dat het minst relevant geweest of dat het vaakste voorkomt? We kijken gewoon naar de Hardenbergse situatie zoals die hier is. En wij hebben hier 4 jaar, 5 jaar proef gedraaid, zeg maar eventjes, een pilot gehad. En dat is het vertrekpunt geweest samen met de opdracht van de raad. Dus dat is die laatste.
Wat ik uiteraard gaat het over de zaken die u aangeeft. En dan gaat het over in hoeverre wij in controle zijn. Dat zit dan ook deels in die statuten. U vraagt nu om dan ook de opdrachtbrief. Wat ik probeerde toe te zeggen, het was de enige vraag. En een statuut maakt één van de onderdelen uit. En die zit ook in de uitwerking die we nu gevraagd hebben. Wij moeten natuurlijk nog een definitief besluit nemen waar dit allemaal onderdeel van uitmaakt. Ik denk dat ik heel veel van de organisatie ga vragen als ik alles naar voren moet halen en dat voor die tijd al moet gaan delen. Uiteraard zullen wij wel de overwegingen van ons college, die wij bij onze definitieve keuze en waarin dit soort zaken een belangrijk onderdeel van uitmaken. Ja, die gaan in ieder geval onderdeel uitmaken van onze definitief besluit die we moeten gaan nemen. Het enige wat ik heb geprobeerd toe te zeggen en dat ook een beetje proefde van dat het hier op meerdere plekken leefde, dat het rond die statuten over de rechtspositie van de mensen en dat het daar ook heel veel over gaat. En dat daar, dat ik zeg van nou, ik wil best wel proberen één onderdeel van wat ik eigenlijk wat langere tijd voor heb eruit te halen en naar voren te halen. Als u mij nu vraagt om elk onderdeel zeg maar eventjes naar voren te halen, dan ben ik bang wel dat ik te veel vraag van de organisatie. Dus dat zit wel een zorg. Maar ik begrijp uw punt wel en we zullen zeker onderdeel uitmaken van de overweging die we als college hebben. Voorzitter, nog even een aanvullende vraag aan de wethouder. Ik hoor u zeggen van akkoord, toezending van de conceptstatuten. Ik hoor u ook, dacht ik, een termijn van 4 weken noemen, raadsbrief. Ik hecht er wel aan, ook gewoon voor de zuiverheid van de besluitvorming. Ons wordt gevraagd geen wensen en bezwaren kenbaar te maken over het voorgenomen besluit van het college. In mijn optiek is het kunnen beschikken over de statuten, conceptstatuten, een wezenlijk onderdeel daarvan. Zonder dat kan ik moeilijk zeggen, ik heb geen wensen of ik heb geen bedenkingen. Dus ik zou wel willen oproepen om dat in ieder geval met voorrang naar de raad te sturen, zodat wij dat bij onze besluitvorming kunnen betrekken. Voorzitter, ik hoor heel goed wat u zegt en ik zie het nog als een extra oproep. En u bevestigt nog eens dat het zo wezenlijk is om het ook in uw definitieve overweging mee te nemen of u wel of geen wensen of bedenkingen aan ons mee zou willen geven. Ik kan geen eisen met handen breken, maar ik ga mij hier wel heel erg voor inzetten. Dat is wat ik u op dit moment... Verder durf ik eventjes niet te gaan, maar ik heb heel goed gehoord wat u zegt. En ik wil ook kijken wat er mogelijk is binnen de organisatie. Omdat dit natuurlijk ook een stap is die in de tussenweg genomen moet worden. En waar de mogelijkheid voor u ook ligt. Omdat u daar onderdeel van uitmaakt. Dus, voorzitter, ik denk dat is zoals ik het zou willen proberen. Voorzitter. Mag ik nog een kleine aanvulling op maken? Want ik ben het helemaal met meneer Van der Gampel eens. Hè, want we graag zuiverheid in de besluitvorming. Stel je nou voor dat het niet lukt om over 2 weken die statuten boven tafel te krijgen. Is het dan een overweging om dit agendapunt 2 weken later te agenderen? Of hoort dat niet in de mogelijkheden? Ja, dat is aan de raad zelf, meneer Brink. Dus, ja, ik kijk ook even of het juridisch technisch kan. Zo bedoelt u? Ja. Ja. Of het in het tijdspad past. Nou, exact. En daarna zou je de vraag volgens mij aan de raad kunnen stellen, mevrouw de voorzitter. Ja. Ik heb even gekeken, want we zitten ook met fatale termijnen en we sturen op een heel strak proces van hey, in hoeverre past het tot elkaar. Dus ik heb even de vraag gesteld van, is het erg dat wij 2 weken later of nog wensen of bedenkingen vanuit de raad in ieder geval krijgen, of die mogelijkheid met 2 weken verlengen, dan is de verwachting dat dat niet direct het dilemma is, maar wij sturen op zo snel mogelijk. Is het 2 wekelijks of is het 6 wekelijks? Kan het ook 3 weken dan? We hebben over 2 weken. Twee weken weet ik dus niet of wij dat halen. En als we dat niet halen, schuift het automatisch 2 weken op. Wat de heer Brink aangeeft. Wetende dat dat waarschijnlijk een optie is, dat het 2 weken. Maar blijf ik toch nog wel sturen op de eerste 2 weken. Omdat ik eigenlijk niet te veel hiccups in dat proces zou willen hebben. Maar ik wil u ook volledig in positie brengen, dus... Dat wegen wij op zoveel. Ik ben wel content met deze beantwoordingen, mevrouw de voorzitter. Ja. Maar mag ik nog één vraag over stellen? Want is dan alles ook duidelijk? Zijn er nog wat dingen open, wat berekeningen die nog wat moet worden gemaakt? De opdrachtbrief, waar we net over hadden. Zou het nou niet mooi zijn om een voorstel neer te leggen wat helemaal gewoon klaar is? Waar alles in staat, waar u weet of al die medewerkers die u wilt hebben, die 36 FTE's allemaal meegaan. Dat u weet waar u gaat zitten, dat u een voorstel doet. Hier en zegt, nou, zo gaan we het doen, dit is het. En dan weten we ook waar we het over hebben. Nou, voorzitter, de opdracht is al gesteld, zeg maar, waaraan we moeten voldoen. We hebben een heel aantal van de opdrachten die wij niet bedacht hebben, maar waarin wij dezelfde antwoorden nodig hebben om aan uw opgave vanuit de raad invulling te kunnen geven.
nu wordt aangegeven dat vanuit de raad, als het gaat over wel of niet wensen of bedenkingen aan te, van die mogelijkheid wel of geen gebruik van te maken, dat met name over de statuten, over de rechtspositie dus, van de overheidsstichting, dat we daar meer duidelijkheid over willen hebben. Ik denk dat het wat mij betreft te kort door de bocht is om dat met het geheel te trekken, want dan, dan is het al rijp voor besluitvorming. En wij vragen al ontzettend veel als wij 1 juli überhaupt die besluitvorming. Dus ik kan wel zeggen van wij kunnen proberen de concept, want ik heb dat woordje niet vergeten, de conceptstatuten, zeg maar, die zo spoedig mogelijk toe te laten komen om die richting, waar dus best nog wel eens een detail in zou kunnen wijzen gaandeweg het proces, want hij moet wel vastgesteld worden, dat we die toe laten komen. Dat is een toezegging die ik, en ja, al het andere, uiteraard willen wij als college precies hetzelfde als wat u wilt, om ook vervolgens die taak en die verantwoordelijkheid te kunnen dragen die wij als college hebben. En die zullen we ook moeten hebben voordat wij überhaupt definitief een besluit willen nemen. Dank u wel. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet? Dan denk ik dat ik antwoord op de vraag wil weten of het als bespreekstuk of het hamerstuk naar de raad kan. Dat zal bespreekstuk zijn. En dan hangt het even af van wanneer de conceptstatuten komen, of dat over 2 weken of over 4 weken is. Maar dat is dan aan u als raad. Dan sluit ik daarmee agenda punt 5 af. En dan zijn we bij de rondvraag aangekomen. Agenda punt 6. Meneer Gelling, u heeft iets voor de rondvraag. Ga uw gang. Goed, dank u wel. Ja, een korte vraag, voorzitter. De VVD-fractie is heel benieuwd hoe het college zich gemengd heeft in de coalitiebesprekingen van gedeputeerde staten. Er worden veel dingen besproken daar. Dus er wordt beleid gemaakt voor de komende 4 jaar. En onze gemeente is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het provinciale beleid. En het staat ons voor de geest dat 4 jaar geleden er een brief ging vanuit het college naar de onderhandelaars met daarin duidelijk de wensen en de bepalingen die wij graag zouden uitgewerkt zien. En nu sprak ik iemand van de VVD en iemand van een nog andere grote partij. Die hadden beide niks van u gehoord. Dat moet natuurlijk een misvatting zijn. Dus ik wilde graag van u weten wat u gedaan heeft, hoe u onze belangen ter tafel heeft gebracht en hoe we ervoor staan in onze belangenbehartiging ter zake de gemeente of de provinciale staten en gedeputeerde staten. Dank u wel, meneer Gelling. Ik vermoed dat de burgemeester hiervoor voorzitter van het college, ja, vooruit. Daar wil ik graag antwoord op geven, voorzitter. Er is natuurlijk, zijn er de individuele contacten met de verschillende mensen die aan de onderhandelingstafel zitten. Ik zal er niet letterlijk uit citeren. Gisteravond zelf nog met de informateur om tafel gezeten. En er is een brief in voorbereiding om een en ander ook nog even gewoon op papier te zetten vanuit de positie van de gemeente Hardenberg. En er zijn natuurlijk ook de relaties met de staatsleden die nu weer opnieuw benoemd zijn, ook vanuit de gemeente Hardenberg, die zitting hebben in de staat. En dat doen ze niet vanuit de gemeente Hardenberg, maar wel vanuit de politieke partij. Maar die contacten die zijn ook warm en die houden we ook heel erg dicht bij ons. Dus op verschillende lagen proberen wij onze beïnvloeding te doen. En dat gaan we formaliseren met een brief die eigenlijk nagenoeg gereed is. En die zult u ook te zijn tijd ontvangen. Dank u wel. Voorzitter, mag ik daar even een aanvullende vraag over stellen? Dat mag. Mag ik hieruit concluderen naar het college een brief sturen als de onderhandelingen al bijna klaar zijn? Voorzitter, ik had zojuist nog telefonisch contact met een aantal mensen. Ik had niet de indruk dat de onderhandelingen in de provincie Overijssel al gereed waren. Maar goed, misschien ben ik dan niet goed geïnformeerd. Dat zou kunnen. We hebben onze inbreng al gehad. Dat is wat ik net ook zei. En dat formaliseren we nog met een brief in die zin van de punten die wij belangrijk vinden. Dat is het. Duidelijk. Hartelijk dank. Dan zijn wij aangekomen bij de sluiting, het laatste agendapunt. Dus ik sluit deze vergadering. Ik dank u voor uw inbreng en ik wens u nog een prettige avond.